Hey, goedemorgen. Het is tijd om te hoesten. Het is 11:15. En ik heb de singles party overleefd. Ik denk dat het meer aan mij lag dan aan de andere gasten. Maar ik voelde een leeftijdsverschil. Ik denk dat ik het gemiddelde redelijk omlaag bracht door mijn aanwezigheid. En dat geeft verder niks. Ik bedoel, leeftijd is maar een getal en zo. Maar ik had bij heel veel muziek die gedraaid werd zoiets van: hé, hey, wat is dit? Waar zijn de beats? Waar zijn de beukende beats? En net toen er. Toen werd er even hakken gedraaid. Dus ging ik hakken. Maar ik had geen Nike Air Max aan. Ik had net de schoenen aan, zeg maar. En daar kan je niet op hakken. Dus toen kreeg ik opeens een zweepslag in mijn kuit. En toen was het eigenlijk wel een beetje klaar. Dus de drie mensjes waar ik een beetje het meeste mee op... Waar ik de hele avond mee optrok, moet je zeggen, een beetje. Waar ik gewoon een gezellig leuke avond mee had. Die waren er ook wel een beetje klaar mee. Dus toen zijn we nog even in de kroeg hebben we nog even gezeten. Hebben we nog even gesocialized. En toen kreeg ik gelukkig een lift naar huis. Ik was lopend, was ik naar Hofsteen gegaan. Maar als ik terug had moeten lopen, was ik nu nog onderweg geweest. Want ik loop niet lekker. Dus ik heb gelezen wat je moet doen als je een zweepslag hebt. Dat is koelen. Ja, cool ben ik al, dus dat is makkelijk. En je been omhoog. Dus ik heb zo'n bed, zo'n oude vandaag bed, weet je wel, dat je de achterkant omhoog kan doen en voeten omhoog. Dus ik heb de voeten omhoog gedaan en ik ben daar net begonnen met The Witcher te kijken. Zo, dat is een dikke serie. Heus wel. Maar ik heb één aflevering gekeken en ik moet er even van bijkomen of zo. Ik vind hem te heftig om gelijk door te gaan naar deel 2. Dat vind ik eigenlijk een beetje zonde of zo. Als ik stel dat ik vandaag al heel The Witcher zou zien. Dat zou ik zonde vinden. Dus ik ga zo lekker de Dictator kijken. Altijd leuk. Mooie baarden. Sacha Baron Cohen is altijd goed. Hey, en over leuke baarden gesproken. Hey. Zien hem? Hey. Het is nu zondag. Over 4 dagen. Vier dagen. Heb ik ook zoiets op, maar dan iets chiquer. Heb ik een witte snor, een witte baard. Een kussen bij mijn buik. Een klein kussentje, ik heb niet zo'n groot kussen nodig. En een rood pak. En dan ben ik kerstman. Op tweede kerstdag mag ik kerstman spelen bij Center Park Zandvoort. Dus dat is leuk. Walibi maatje Rick, die had een uitvaller. En die dacht van, goh, Koen, je hebt wel een goede baard, dus kan je geen kerstman spelen. En Rick weet natuurlijk hoe goed ik met kettingzagen achter kinderen aan kan rennen. Dus dan kan dat vast als kerstman ook wel. Nee, leuk, ik heb er zin in. Ja, dankjewel, Rick, voor de invulling van mijn tweede kerstdag. Betekent wel dat ik allemaal dingen om moet gooien. Tot ergernis van familieleden. Sorry, Corrie. Want ik ga nog steeds hoor, maar ik zou tweede kerstdag zou ik naar mijn vader en mijn stiefmoeder in Zoetermeer gaan. En daar tweede kerstdag kerstdiner hebben. Maar mijn mond. Waar is mijn mond? Is het geen mond daar? Nee, geen mond. Maar. nou zorg ik dus dat ik daar rond lunchtijd ben. Op tweede kerstdag. Hebben we daar een kerstlunch. Gezellig. Ho, 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 gezellig. En dan ga ik door naar Zandvoort. Zoetermeer Zandvoort is allebei met een Z, dus dat is vast vlakbij. Het is in ieder geval vlakkerbij dan vanaf Grollo. En ik moet volgens mij. Ik moet om 4 uur moet ik in Zandvoort zijn. Dus als ik iets eerder ben, kan ik nog even van de wildwater. En ze hebben daar geen wildwaterbaan volgens mij, hè? Of ondertussen wel. Ga ik nog even een rondje over het circuit met mijn Leon. Dat kan ook niet, want dat zijn ze aan het verbouwen. Dan maar even de zee induiken. En dan speel ik Kerstman. Speel ik lieve Santa. Dus wil je mij als Kerstman zien, dan moet je zorgen dat je tweede kerstdag bij Center Park Zandvoort zit eten. Ja.
En daarna ga ik weer naar Zoetermeer. Dan gaan we nog gezellig naborrelen, een goed gesprek hebben en lekker slapen. En dan derde kerstdag, moet ik even kijken. Ik zat te denken. Nee, ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik naar Termes Soesterberg ga. Dat vind ik wel een goeie. Maar ik zorg in ieder geval dat ik mijn sauna spullen mee heb. Dat als ik dat wil doen, dat ik het kan doen. En als ik het anders wil doen, dan heb ik het, ligt het ook niet in de weg in de auto, toch? Hé, hey, maar dat was het dus. Ho, ho, ho. Hoi, hoi, hoi. Ik ga verder zo min mogelijk doen vandaag. Dus als je iets van me nodig bent, dan moet je even bij me langskomen, want ik ga niet naar buiten vandaag. Nee, ik heb vandaag boxershort only dag. En boxershort en kerstmuts. Oké? Okay?